dit appartement is men naar binnen gegaan door de voordeur met explosieven te forceren. Op de 8e etage van een parkflat in Wageningen wordt een explosief gebruikt bij een inbraak. Bewoners schrikken wakker. Ik heb 2 grote knallen gehoord en dat was alles. De rookmelders gingen janken met z'n tweeën, dus dat was ook nog onprettig. En ik wist god niet wat er gebeurd was. Maar het stond hier helemaal vol met rook. En ik zie 2 grote zwarte figuren rondlopen. En dat blijken achteraf de inbrekers te zijn. En die riepen tegen mij, stop politie. Dus wat doe je dan? Dan stop je. Stop politie is voor mij, stop politie. En dan ga je de andere kant op. De inbrekers wisten te vluchten. Ze dragen zwarte kleding met een capuchon op. Ze vertrekken volgens getuigen met grote zwarte zakken. De daders worden door bewakingscamera's vastgelegd. Ik weet niet precies wat er buitgemaakt is, maar er zijn wel spullen meegenomen, ja. Er raakt niemand gewond bij de inbraak. Op het adres woont nog niemand. De man van 50 plus had net zijn appartement ingericht, maar was nog niet verhuisd, vertelt de buurvrouw. Ik snap er niks van. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het iets met deze man te maken heeft, maar ik kan me wel voorstellen dat het iets te maken heeft met mensen die de spullen heeft geleverd die hij hier heeft. Want hij had hele mooie geluidsapparatuur. Niet dat ik er verstand van heb, maar dat heb ik gezien. Een hele mooie televisie en ik weet dat nog niet. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op die iets gezien hebben zich te melden. De 2 inbrekers zijn nog niet gepakt.